gaan het hebben over de toekomst van de Verenigde Staten onder een nieuw presidentschap. En we gaan het hebben over de erfenis van Bush. En dat doen we met drie nieuwe gasten. Ja, hij heeft een huis in Amerika, in Palm Springs. Hij is presentator van Hour of Power. En hij heeft bewondering voor de principes van Sarah Palin, Jan van der Bos. En hij denkt dat Europa het beste af is met McCain. Hij wordt lijsttrekker van de VVD voor de Europese verkiezingen, Hans van Balen. En hij kan natuurlijk niet ophouden met college geven over de politieke geschiedenis van Amerika. Dat heeft hij net nog gedaan. En toch praat hij hier onvermoeibaar verder. Maarten van Rossum. Goed. Nog even George W. Bush. Hij is niet langer straks de machtigste man op aarde. En er is in elk geval één Nederlandse politicus, moet ik zeggen ex-politicus, die daar erg blij mee is. Op het netvlies van de Nederlander is dus gebleven, Amerika deugt niet. Wat ik jammer vind, want ik vind altijd dat je een onderscheid moet maken tussen de administration, de regering en de Amerikanen. En het Amerikaanse volk deugt heel erg. Maar de regering niet? De regering niet, nee. Ik vind dat de regering niet deugt. Meneer Van Balen, dat was de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Bot. Ja, ik zou het bijna niet geloven. Want wil, het, de Kamer wil ik het nog een keer laten zien? Nou, nee, ik wil dat niet nog eens een keer herinnerd worden. Hij zei iets anders in de Kamer. En ik zeg, 's ochtends event, 's avonds event, 's ochtends event. Dus je moet altijd consistent zijn. Dus hij heeft als minister heel veel dingen gezegd die hij niet meende. Dat vind ik wel heel erg jammer. Ja, maar gaat u nou eens op de inhoud in? Heeft hij niet een beetje een punt? Luister, dat bijvoorbeeld Colin Powell met de PowerPoint-presentatie in de VN-veiligheidsraad onzin verkocht over het aanwezig zijn van massavernietigingswapens, daar heeft hij een punt. Natuurlijk, dat was een deuk in het vertrouwen. Aan de andere kant zeg ik, het Amerikaanse volk is prima, maar ook het is onzin om te zeggen dat Bush alleen ellende heeft aangericht. Dat is onzin. Maar bent u het niet met hem eens dat de Verenigde Staten van Amerika in ieder geval die regering daar ook met enige regelmaat bijvoorbeeld Nederland heeft bedonderd? Je kunt noemen die PowerPoint-presentatie. Aan de andere kant zeg ik, rond Irak, ik was voor die inval, ik blijf voor die inval. Dat moest gebeuren, ja. Consistentie, dames en heren, is ook handig. Ja. Ook vooral als je ongelijk hebt. Maarten van Rossum? Ik mis Ben Bot nog elke dag. Ik ben helemaal niet gelukkig met de huidige minister van Buitenlandse Zaken, ook op andere terreinen dan waar het nu over ging. Ik begrijp niet waarom je consistent zou moeten zijn als je evident ongelijk hebt. Dat zeg jij. Flauwe conversatie weer beginnen over wie er nou ongelijk heeft en wie niet. Maar de zittende president, een van de grote problemen van de zittende president was dat hij absoluut niet in staat was tot twijfel en reflectie. Waardoor hij ook niet in staat was om bij te sturen. Waardoor hij in feite, terwijl de auto de modder inreed, de wielen er aan alle kanten afvlogen, nietwaar, riep hij van let's stay the course. En we hebben gezien wat voor unieke resultaten zijn bereikt. Ja. Jan van der Bos, u heeft net al even gememoreerd een huis in de Verenigde Staten. Woont daar dus ook met enige regelmaat, presentator van de Nederlandse Hour of Power. De religieuze achterban, dat is een achterban die voor een groot gedeelte achter George Bush staat. Steunt u hem ook eigenlijk? Nee, maar je moet het breder trekken, want elke presidentskandidaat en elke president eindigt zijn toespraak, ook Barack Obama, ook McCain, ook Palin, ook Biden, met God bless America and God bless you. Dus God is een integraal. Ja, dat mag jij zeggen. Maar jij gaat straks voor de EO programma's maken over. Als heiden. Ja, als heiden. Ja. Ga door. Maar. Ja, het is een heidenswerk om. Jou te vereren. Maar waarschijnlijk gaat het lukken. Maar wat ik zo bijzonder vind, wat altijd ontbreekt in Nederland, is het feit dat 90% van de Amerikanen zegt, ik geloof in God. 75% van de Amerikanen is christen. Dat is Barack Obama. Dat is McCain. Dat is Palin. Dat is Biden. En dat wordt altijd vergeten. En dat speelt een hele belangrijke rol, ook bij deze verkiezing. Toch hebben dominees, geloof ik, ja, behalve dan eigenlijk de dominee die Obama enigszins in de problemen heeft gebracht, die meneer Jeremiah Wright, verder nauwelijks een grote rol gespeeld in deze verkiezingen. Of vergissen we ons daarin? Dat vergis je helemaal in. Bijvoorbeeld de dominee van een van de grootste kerken in Amerika met 25.000 leden heeft beide, Obama en McCain, op visite gehad in zijn kerk. En ze ondervraagt over de onderwerpen die Amerikanen ook heel belangrijk vinden, namelijk normen en waarden,
abortusvraagstuk is een belangrijk vraagstuk. Daar gaat Obama dat heeft nou juist en niet daar een gaat, belangrijke rol gespeeld. Laat me nou eens even uitpraten. Nee, ik heb jou ook nog niet in de reden gevallen. Ik alleen maar illustratie maken. Nee, maar ik maak mijn onderwerp af als het mag. Kunt u even stil zijn, meneer Van Rossum? Nee, dat lukt. Nou, dat lukt. Is afhankelijk maar, van de leiders luister, van dit gesprek. Maar, laat het dan even aan de leiders over. Laten we het dan per segment doen. Want jij zegt van abortus heeft wel degelijk een rol gespeeld. Maarten van Rossum zegt, daar heb ik eigenlijk weinig van gemerkt. Dat abortus een thema is geweest. De klassieke republikeinse wetsissues, of dat nu het schoolgebed is, of de abortus, of het homohuwelijk. Dat heeft in deze campagne een zeer, zeer ondergeschikte rol gespeeld. En, nou, gelukkig, ben ik niet met en gelukkig ook maar. Dat ben ik niet maar sterk, sterker nog, kijk nou eens naar Obama. Die is helemaal geen voorstander van het homohuwelijk. Obama is ook voor de doodstraf. Dus met andere wapenbezit. Dus je kan de zaken aanvullen. Misschien heeft Obama een veel vriendelijkere uitstraling. Maar hij is voor al die punten waar al die Nederlanders die nu lopen te demonstreren, lang leven Obama, tegen zijn. Nou, Obama is bijvoorbeeld ook voor abortus en zegt dan weliswaar geen homohuwelijk, maar wel een samenlevingscontract. Ja, nee, hij zei, ik was in die conventie waar hij zei, we moeten elkaar met respect behandelen en dit thema moeten we met respect bekijken. Dat is heel wat anders. Hij toch zei even dus terug niets. Naar die christelijke pagina. Want we hebben het toch gehad over thema's die nog wel eens door christenen worden geannexeerd, zoals abortus of euthanasie of misschien zelfs wel homohuwelijk. Heeft dat nou verder nog een belangrijke rol gespeeld? Ja, dat blijf ik roepen. Kijk naar het tweede presidentiële debat. Daar was abortus precies 17 minuten een issue, waar beide diep zijn ondervraagd en daar een zeer geporteerde mening over hadden. En beide heel voorzichtig omgingen met dat onderwerp, wat nog altijd heel belangrijk speelt in Amerika. Ja, en als u er bent, meneer Van Rossum, zult u dat meemaken. Maar zal ik u dan een voorspelling doen? Ja, wordt ik weet het niet, u heeft in de glazen bol op tafel staan. En als er nieuwe rechters worden benoemd door Obama, mocht die het worden, dan dat geen rechters zijn die bereid zijn om met Roe versus Wade te breken. Kortom, aan de bestaande situatie waarin abortus in feite in Amerika niet wezenlijk afwijkt, juridisch gezien, van de situatie in Nederland, zal niets veranderen. Het is dus van Obama heel verstandig om daar niet een groot issue van te maken, omdat de Republikeinen deze wetsissue systematisch jarenlang gebruikt hebben om de Democraten van het toneel te spelen. Dus het is veel verstandiger om te zeggen, ik vind het eigenlijk ook niet zo fijn en zo, daar moet veel aan gedaan worden. En je kunt er allerlei fijne verklaringen over houden natuurlijk. Maar je moet het in feite depolitiseren. Het is een schande dat het gepolitiseerd is, by the way, wat mij betreft. Als u even naar de opinieonderzoeken zou kijken, als u die kleine moeite zou hebben gedaan, dan zou u hebben gezien dat de economie, het flitste er net nog ruimschoots voorbij op die schermen daarachter, de voortreffelijke gespreksleiders. Namelijk dat de economie een alles dominerende rol heeft gespeeld. Nu. Met name in nu. De laatste vier nu. Weken. Mag ik even? Nu. Ja, u bent. Nu, ja. U zit te kloppen alsof ik de deur dicht gedaan helemaal, heb. Maar in het begin helemaal niet. Mag ik even een voorbeeld geven van een spotje dat is gemaakt door de katholieke kerk in Amerika. En het gaat over die waarden waar we het nu over hebben, met kennelijk de bedoeling om de verkiezingen te beïnvloeden. Denk je dat dit spotje, Jan, bij veel mensen in de oren zit op het moment dat ze in dat stemhokje staan? Ja, dat denk ik wel. En met die muziek dan, kan ik me daar iets bij voorstellen. Er werd een vraag aan mij gesteld, meneer Van Rossum. Wat kiezen ze dan? Ja. Ja. En wat kiezen ze dan, vraagt Paul? Dan zullen ze McCain kiezen. McCain heeft beloofd, het menselijk leven vanaf het moment van de conceptie is onaantastbaar. Als ik aan de macht kom, als ik president word, dan zal ik rechters benoemen, zodat we die abortuswetgeving die er nu is kunnen terugdraaien. Beide, Obama en McCain, hameren op het feit dat in Amerika inmiddels 35 miljoen abortus hebben plaatsgevonden. En waar op de 1000... zwangerschappen 50 worden onderbroken, veel meer dan in Nederland. Hameren erop dat adoptie, dat er andere keuzes zijn. Meneer, zouden zich niet moeten afvragen waarom in Nederland die cijfers zo laag zijn? Of je niet een heel ander soort van beleid moet voeren? Nou, dat kunt u daar straks mooi gaan vragen als u de EO-programma's gaat maken. Laten we even de huidige president afronden. Nee, helemaal niet. Heren, dat kan straks. Meneer Van Balen, u heeft net gezegd van er zijn momenten geweest dat wij ons bedonderd voelden door deze Amerikaanse regering. Met name de redenen waarom we die oorlog in zijn gerommeld. Dat laatste woord gerommeld gebruikt u overigens niet, maar bedonderd min of meer wel. Hoe herdenken wij deze zittende president?
Voor welke wij spreek ik dan? Nou ja, wij hier als... Aan tafel, laten we zeggen, niet aan tafel zitten, neem ik aan. Wij die later een geschiedenisboek openslaan. Ik begon me even zorgen te maken over de consensusrol die ik zo graag speel. Ik denk dat je... Ja, het is toch al vrij evident. Mensen vragen bij lezingen nog alles van... Kun je iets verzinnen wat Bush goed gedaan heeft? Nou ja, dan moet ik dus diep nadenken. En tenslotte weet ik wel iets te verzinnen. Maar daar is... Ja, je had vroeger de Midas Touch. Hè, die was een koning wat hij aanraakte. Dat veranderde in goud. En je zou van de Bush Touch kunnen spreken. Wat hij aanraakt gaat mis. Hè? Als hij een bromfiets aanraakt. Dan loopt het zuigertje vast. Hè? Als hij in een auto gaat zitten. Dan gaat hij spontaan in de achteruit. En rijdt hij tegen een boomtje aan. En... Zo is het, dat geldt eigenlijk voor alle denkbare terreinen waar deze president actief geweest is. Goed. Ik ben heel benieuwd hoe lang jouw standpunt blijft bestaan. Want met Amerikaanse presidenten, met alle politici, is de evaluatie is later. Dus wat is een punt waarop Bush gelijk kan hebben gekregen, is als over 5 jaar Irak functioneert. Dan kan iedereen, zeggen, hij heeft het fout gezien, fout gedaan. Maar dan heeft hij wel iets nagelaten. Dus een strijd tegen AIDS, dat weet hier eigenlijk niemand. Nou, dat noem ik ook wel als positief punt. Dat is een heel belangrijk punt. Het ABC van Bush. Dus laten we nou even zeggen, je moet hem gaan beoordelen. Hij durfde door te pakken met Afghanistan. Heel belangrijk. Want als het aan Europa had gelegen... Aan Afghanistan gelegen, hadden we de afgelopen jaren helemaal niks gedaan. Een historicus moet een beetje tijd nemen. Niet meteen antwoorden. Nou, er zijn presidenten die zijn zo slecht dat je meteen weet dat ze niet deugen. Dus met andere woorden, je kunt hem beoordelen over 15, misschien 15 jaar. En ik vind zijn grootste falen is natuurlijk dat hij niet op heeft getrokken met zijn bondgenoten in Europa. En dat zal, als McCain gekozen wordt, zal dat veranderen. En als Obama gekozen wordt, hoop ik dat het zal veranderen. Wat is verschil in de benadering van Europa? Is dat McCain, die natuurlijk Europa goed kent, ook vanuit de NAVO-assemblee, samenwerking met de parlementen, die kennen wij en hij kent ons. McCain vindt Europa een belangrijk werelddeel, belangrijker dan een aantal anderen. Voor Obama is het een belangrijk deel, net als Azië, net als Latijns-Amerika. Hij was er vrij snel bij om in Berlijn, Obama een toespraak te houden. Laten we even kijken. Yes. There have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. This is the moment when every nation in Europe must have the chance to choose its own tomorrow, free from the shadows of yesterday. In this century, we need a strong European Union that deepens the security and prosperity of this continent. While extending a hand abroad. Zo'n speech hebben we van McCain nog niet gezien. En de Duitsers klappen. Ja. Totdat ook Obama naar ze toe komt. Als die president zegt, jullie moeten naar het zuiden van Afghanistan. Hetzelfde is, Femke Halsema is nog steeds verliefd, zei ze net. Een soort kalverliefde. Totdat hij komt en zegt, Femke, stay in Euroscan. Want dat gaat hij doen. Ik weet niet of hij Femke Halsema persoonlijk zal benaderen. Nou, ik probeer een beetje aardig voor Femke Halsema te zijn, kom. Dus ik denk dat Obama die supertanker Amerika wel bijstuurt. Maar daar zal het verschil dikwijls minder groot van zijn dan wij denken. En hij zal meer van ons eisen. Nou, dat vind ik prima, want ik vind dat Europa meer aan defensie moet doen. Maar ik denk dat een aantal anderen daar een probleem mee hebben. Jan? Nou, weet je wat ik hoop? Dat Bush laat een op pot verdeeld Amerika achter. En wat ik zo mooi vind van Obama, wat hij iedere keer benadrukt, denk ik vanuit zijn geloof, want dat is zijn inspiratiebron, is om Amerika weer samen te brengen. Om het nieuwe land te geven, om verzoening. Dat woord gebruikt hij heel veel. En ik denk dat hij dat mogelijk kan maken. Dat hij een brug kan zijn tussen religieus rechts, tussen evangelical links, om het zo maar te noemen. En dat hij die twee kan verbinden. En dat zie je ook gebeuren op dit moment. Dus... Ik heb daar hoge verwachtingen van. Is het niet pijnlijk om terug te kijken, want zelfs als je niet zo kritisch bent als Maarten Verhoorn, zul je toe moeten geven dat Bush niet in alles geslaagd is. Hij beriep zich ook vaak op boven. Hè? Hij had een goddelijke opdracht om te doen zoals hij het gedaan heeft. Ja. Was daar dan boven iets mis of is het in de communicatie fout gegaan? Nee, de grote verkeerslijnen deugt, maar het personeel onderin niet.
Dus, en dat vind ik ook het moeilijke, dat God gebruikt en misbruikt kan worden. Ik zeg altijd tegen mijn Amerikaanse vrienden, waar God nog wel eens op de tong bestorven ligt, moet je horen, God is echt onafhankelijk. En met respect, die rijdt niet mee op een olifant of op een ezel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar dat zou ervoor pleiten dat die religie eigenlijk geen rol zou moeten spelen in de politiek. En dat speelt het helemaal. Ja, dus helaas zou je moeten zeggen. Ja. Ja. Laten we nog even, want zoveel tijd hebben we niet meer, eens even voelbaar krijgen wat we ervan merken als nu straks. Want ik neem aan dat de peilingen onverbiddelijk zijn en dat Obama wel de nieuwe president wordt. Mogen we dat zeggen? Ja, ik ben zo bijgelovig als de pest, dus ik ga het daar maar even rustig afwachten. Ja. Als zodra Virginia en Pennsylvania naar Obama zijn gegaan, dan wel. Zal ik hier met een bejaarde glimlach rondlopen tot de taxi komt. maar tot die tijd hoor je niks van mij. Goed. Stel dat toch gebeurt. Ja, wat gaan wij daar dan in Nederland, of in Europa, maar laten we bij Nederland even blijven, van merken? Wat zijn de eerste tekenen? Natuurlijk in eerste instantie merk je daar niet zo verschrikkelijk veel van. Omdat hij kan beginnen met een aantal belangrijke symbolische maatregelen. Hij kan Guantanamo sluiten. Hij kan besluiten om weer voor de Geneefse Conventie te gaan. Al die punten waarop de zittende neocons hebben besloten dat ze met de rest van de wereld niks te maken hadden. Daar kan je al onmiddellijk beleid maken. Dat moet je toch nog effectueren, dat is wat anders. En kijk, we moeten eerlijk zijn. Bush heeft in zijn tweede termijn Condoleezza Rice er al op uitgestuurd om de onbeschrijfelijke ellende die ze in de eerste termijn hadden aangericht enigszins te repareren. Ik denk dat in een hoger tempo zal worden voortgezet en dat Obama bereid zal zijn om veel meer te doen aan het diplomatiek verkeer. En ik hoop dat hij zijn woorden waar zal maken, dat hij bereid is om overal met de vijand te spreken, als je het überhaupt het woord vijand zou willen gebruiken. En wat mij betreft zonder specifieke condities, omdat als je dat niet doet, we hebben dat in de Koude Oorlog ook voortdurend gezien, als je dus zegt van ja, nee, die lui zijn zo, dat is evil incarnated, zoals Cheney dat graag noemt, wij gaan daar niet mee praten, we gaan regime change bedrijven of we gaan ze bombarderen, dan zie je altijd dat daar narigheid van komt. Oké.